Focus naar leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Portfolio Show. Als ik kijk naar de afgelopen paar maanden, misschien wel heel 2023, was het zo dat Meta Platforms met afstand mijn grootste positie was. Dat had ermee te maken dat ik deze hele lage punten had bijgekocht en mijn gemiddelde aankoopkoers naar beneden had getrokken. Toen ontplofte de koers en daar profiteer je dus van. Maar nu is er sprake van een nieuwe nummer 1 als ik kijk naar de individuele aandelen. In deze video gaan we die bespreken, dus laten we snel beginnen met de video. het openbare portfolio bij de Giro staat er op dit moment weer wat beter voor dan de afgelopen aflevering, want je ziet dat er op dit moment een totaal winst is, wel ongerealiseerd natuurlijk, van 5700 euro. Dus je ziet de laatste tijd dat het best wel goed gaat met de aandelenmarkt. En als we dan vervolgens gaan op een portefeuille en we kijken dan alleen eventjes naar de individuele aandelen, dus niet naar de ETF's waar ik bijvoorbeeld uh, meer dan 17.000 euro in de S&P 500 heb zitten en ik rangschik hem even op waarde, dan zie je dat Coinbase nu met afstand de grootste is. Die heeft namelijk een waarde van 5700 euro. Terwijl een hele lange tijd zo was dat met dat platform de allergrootste was. Zoals ik had aangegeven in intro had het ermee te maken... dat die koers op een gegeven moment echt door het dak heen ging. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar de laatste drie jaar... Ja, dan zie je natuurlijk heel erg duidelijk wat er heeft plaatsgevonden. We hadden een top aangetikt van 382 dollar in september van 2021. Vervolgens was het zo dat het eind 2022 onder de 89 dollar schoot. En vervolgens is het dus weer heel hard omhoog gegaan met zelfs een piek van bijna 350 dollar. Dus dat zorgde ervoor dat ik bijvoorbeeld tijdens dit soort lage punten had bijgekocht. Ja, dat het rendement natuurlijk gigantisch is. Maar nu is het dus wel zo dat er nu een nieuwe nummer 1 is. En er is inderdaad op dit moment al behoorlijk wat afstand genomen. En dat is namelijk Coinbase. Op dit moment staat de positie 1800 euro in de plus. Ik heb een gemiddelde aankoopkoers van 97 dollar en de huidige koers is 140 dollar. En dat is een beetje te vergelijken met meta-platforms. Al is het bij Coinbase misschien nog wel wat harder gegaan. Want als je kijkt naar de laatste drie jaar zie je dat er een piek is van 357 dollar. Dat was natuurlijk tijdens de vorige bullmarket tijdens Bitcoin. En toen zag je dat Coinbase gigantisch werd hard werd afgestraft met zelfs een laagpunt van 32 dollar. En nu staat de koers op 140. Dollar. Dus dat is in korte tijd heel erg hard gegaan. Want als we bijvoorbeeld even kijken naar TradingView... ...we pakken inderdaad de chart van Coinbase erbij sinds de IPO. En je ziet het al, op dit moment is er sprake van een year-to-date performance van 284%. En dat zorgde dus voor dat het nu mijn grootste positie is... ...want Bitcoin gaat de laatste tijd natuurlijk hartstikke hard. Coinbase had al natuurlijk een fantastisch jaar... ...want als we inderdaad kijken naar de year-to-date performance... ...begonnen we dit jaar op de 33 dollar en we staan nu boven de 140 dollar... Dus dat is natuurlijk al gigantisch. Maar je ziet eigenlijk sinds 27 oktober, dat was voor Bitcoin een heel belangrijk punt. Want het was namelijk zo dat we rond die datum door de belangrijke 32.000 dollar heen schoten. En sindsdien is het heel erg hard gegaan. En dat zie je dus ook heel goed terug op de Coinbase chart met een stijging van 71 dollar naar 140 dollar. Dus dat is gewoon verdubbeld in hele korte tijd. Uh, Bitcoin natuurlijk niet. Dus je ziet dat Coinbase het beter doet dan Bitcoin. Want je ziet het, 284 procent. Tegen over 165%. Dus Coinbase doet het echt fantastisch. Vandaar dat het dus zo'n hele grote positie is geworden met 5700 dollar. Want ja, die koers is gewoon door het dak heen gegaan. Maar op dit moment heb ik helemaal niet de intentie om die positie te verkleinen. Zoals jullie weten ben ik altijd een voorstander van het balanceren van je aandelenportfolio. Dus dat er niet één positie is die 80% deel uitmaakt van je portfolio. Nee, dat er echt sprake is... Van uh, gespreid beleggen. Dus ik ben geen voorstander dat één positie veel te groot wordt. Maar net zoals met dat platform, echt maanden terug, gaf ik ook heel duidelijk aan: ja, als het inderdaad heel groot wordt. Is dat hartstikke mooi, maar ik heb zoveel overtuiging in deze investering dat ik dan ervoor zal zorgen dat ik andere positie ga uitbreiden, zodat ik op die manier de balans kan terugvinden. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook met Coinbase, en daar heb ik dus dan nu maximaal van geprofiteerd. Maar als je kijkt naar de, bijvoorbeeld 2024, heb ik helemaal niet de intentie om die positie van Coinbase uh, inderdaad te verkleinen om zodoende de balans terug te vinden, want ik heb heel veel vertrouwen in Coinbase. Voordat ik overga op waarom ik zoveel vertrouwen heb in Coinbase, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je deze ziet via de link voor 31 december, krijg je gemaakt gemaakte transactiekosten tot en met 31 januari terug met een max van 100 euro. In de beschrijving staat zo'n linkje, ineens zie je via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een eigen vergoeding voor deze samenwerking. Kost je niks extras, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken? Er zijn natuurlijk altijd waarderen. Goed, Coinbase is natuurlijk een crypto play. Je kan er niet omheen dat je vertrouwen moet hebben in de crypto space, want anders zal het natuurlijk een beetje vreemd zijn om inderdaad het aandeel van Coinbase te bezitten. Dus ik heb heel veel vertrouwen in de crypto markt. Maar het is natuurlijk ook zo dat 2024 een heel interessant jaar gaat worden. Ten eerste hebben we natuurlijk de Bitcoin halving, dat zal plaatsvinden in april mei van 2024. Dat heeft natuurlijk historisch gezien al een behoorlijke impact op de koersontwikkeling voor Bitcoin. Maar daarbovenop heb je natuurlijk ook nog zo'n ETF-aanvraag. En zo'n. ETF aanvraag maakt het veel makkelijker, toegankelijker, veiliger om voor grote partijen in te stappen in Bitcoin. En dat maakt het natuurlijk heel erg interessant. Want natuurlijk, als iemand denkt van weet je wat, ik ga elke maand 50 euro investeren in bitcoin of 100 euro. Dat is natuurlijk voor die persoon wel heel erg interessant. Zeker als je ziet wat voor rendement we dit jaar hebben neergezet. Maar als je puur kijkt van heeft dat een effect op de koersontwikkeling? Niet echt. Of het moeten echt miljoenen mensen zijn. En dat vindt natuurlijk af en toe ook wel plaats. Maar je kan er niet omheen dat de koers vooral zal bewegen als die hele grote jongens erin stappen. Want dat zijn vaak ook de jongens die ervaring hebben, niet zo snel uitstappen bij een daling van 10, 20. Of 30 of 50 procent. Die zien dat juist als kansen om die positie te vergroten. Dus dan wordt het allemaal wat volwassener. Het wordt dus echt een adoptie run. En het is zo dat Coinbase daarin een hele belangrijke rol gaat spelen. Want als je kijkt naar de verschillende aanvragen die op dit moment lopen bij de SSI voor zo'n Bitcoin Spot ETF, is het heel erg duidelijk dat de partner Coinbase is. Dus het is heel erg duidelijk dat Coinbase bij een mogelijke goedkeuring daarvan gaat profiteren. Want ze zullen natuurlijk een vergoeding ontvangen voor deze samenwerking. En als er dus verschillende partijen allemaal samenwerken met Coinbase, en waarvan de grootste natuurlijk BlackRock is, dan zal natuurlijk behoorlijk wat omzet gegenereerd worden. En dat maakt natuurlijk heel erg interessant. En dat kan dus ook vrij vlot gebeuren, want als we hier even het dus overzicht erbij pakken van Bloomberg, met inderdaad de lopende aanvragen richting de SEC, is het zo vooral dat de ARK Invest Bitcoin filing, die is inderdaad heel erg interessant, die loopt ook volgens Coinbase, want die heeft namelijk een final deadline. Zoals we weten, de SEC kan bij verschillende ETF aanvragen, het altijd uitstellen. Dus dat er nog meer informatie nodig is, et cetera. En zeker bij een nieuwe Bitcoin Spot ETF komt er heel wat bij kijken. Maar als je inderdaad het nieuws hebt gevolgd de afgelopen tijd, weet je dat er meerdere partijen zijn die, die elke keer hun filing aanpassen, omdat er inderdaad wat dingen worden toegevoegd, et cetera, of iets duidelijker te maken. Dus ze zijn er echt druk mee bezig. En dat is nou ook niet zo gek, want de deadline zit op 10 januari. Dat is dus iets meer dan een maandje als ik deze video inspreek. Dus dat zorgt er natuurlijk voor dat we heel dicht in de buurt komen van een heel belangrijk moment. Want als de goedkeuring plaatsvindt, is dat eigenlijk een beetje het startsignaal van heel veel kapitaal wat de markt in kan komen. En ik wil dus niet zeggen dat het meteen op dag 1 zal plaatsvinden. Dat is echt niet het geval. Er zullen verschillende vergaderingen plaatsvinden. Dat gebeurt echt niet in één dag tijd. En die grote partijen zijn ook niet van weet je wat, ik koop nu direct 100% van de positie. Dat gaat echt een hele lange tijd duren maar vooral de mogelijkheid dat dat kan plaatsvinden. Omdat er nu gewoon heel veel mensen die echt vermogend zijn, misschien wel iets van bitcoin willen bezitten, 1%, 2%, misschien wel 5%, maar denken bij zichzelf, ja, dat zelf op een ledje zetten, Dan moet je allerlei verschillende wachtwoorden herinneren, en ik vind het allemaal wat gevaarlijk, ik wacht wel af. Maar als het dus kan via een vertrouwd partner zoals met BlackRock, omdat daar de grote miljardairs en miljonairs zitten, dan maakt het allemaal makkelijker, veiliger en daardoor zal er natuurlijk ook heel veel geld in die markt terechtkomen. Dus dat maakt het gewoon heel erg interessant. En zoals ik net heb aangekaart, het is natuurlijk zo dat Coinbase daar maximaal van kan profiteren, want de meeste aanvragen lopen ook met, via een samenwerking met Coinbase. En je zal misschien denken van omdat er natuurlijk een gigantische stijging heeft plaatsgevonden voor Bitcoin, het is natuurlijk ook zo voor Coinbase, dat je daar ook direct het resultaat van ziet op bijvoorbeeld Google Trends. Want het is natuurlijk zo dat in fases van heel veel hype, heel veel FOMO, bijvoorbeeld in fases dat Bitcoin 165% stijgt in een jaar tijd. Ja, dat zijn vaak de percentages dat je denkt, ja, dat zal iedereen wel teruggekeerd zijn. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de zoekopdracht Coinbase... en we kijken naar de laatste twaalf maanden, en dat is dan wereldwijd... zie je de laatste tijd wel iets van een stijging, maar de echte gekte is er nog lang niet. Want als je bijvoorbeeld kijkt dan bijvoorbeeld naar de laatste vijf jaar om een beter overzicht te krijgen... Ja, dan zie je het al. Er waren natuurlijk fases dat er veel meer mensen bezig waren met crypto. En daardoor dus ook met Coinbase. En als we dat bijvoorbeeld ook kijken naar, coin, naar Bitcoin en we kijken naar de laatste 12 maanden, de zoekopdrachten wereldwijd, zien we de laatste tijd dat er ook iets van een stijging was. Dat was dus 22 tot 28 oktober toen we de belangrijke 32.000 dollar passeerden. Sindsdien zie je dat er iets minder interesse is. Maar vooral als je inderdaad weer uitzoomt en we kijken naar de laatste 5 jaar, mag het duidelijk zijn dat we nog lang niet in een fase... Zitten van heel veel hype en heel veel FOMO. Kijk, ben je echt zelf druk bezig met bitcoin, je check dagelijks de koers meerdere keren, dan heb je het gevoel dat iedereen ermee bezig is. Terwijl als je gewoon even onderzoek doet, zie je heel erg duidelijk dat het niet te vergelijken is met de gekte in 2020 en 2021. Vandaar dat ik zoveel vertrouwen heb in Coinbase. Want ik heb al heel vaak video's gemaakt over Coinbase. En ik gaf in heel veel video's elke keer eigenlijk wel hetzelfde aan. Dat ik gewoon geïmponeerd was door de strategie en de positie die ze hebben ingenomen. Want ik heb vertrouwen in de crypto space. Dat heb ik natuurlijk al meerdere keren aangegeven. En daardoor verwacht ik dus in de komende jaren verschillende cycles. Een bear market. Het zal echt niet zo zijn dat 2022 de laatste keer is. Dat zullen we vast nog wel een keer meemaken. Maar vooral het positioneren van een Coinbase voor een mogelijke bond. Run, die sprak mij enorm aan. Vandaar dus dat ik op die hele lage koersen, bijvoorbeeld op 60 dollar etc., steeds mijn positie besloot uit te breiden. Want ik had er heel veel vertrouwen in. En je ziet natuurlijk ook dat de concurrenten van Coinbase het natuurlijk heel erg zwaar hebben. Want het is natuurlijk zo dat als een jaar teruggaan in de tijd... of iets meer zelfs dan een jaar, was het zo dat FTX omviel. Dat was natuurlijk een gigantische klap voor de hele cryptomarkt. Uh, kort geleden is natuurlijk ook zo bekend geworden dat de CEO van Binance moest afstappen... en dat er ook nog eens een boete... Volgde van 4 miljard dollar. En met Coinbase, ja, je hoort er eigenlijk niks over. Die zijn gewoon rustig aan het bouwen om ervoor te zorgen dat ze op een gezonde manier alles aan het opbouwen zijn en dat ze niet afhankelijk zijn van heel veel hype en heel veel FOMO. Natuurlijk, als er bijvoorbeeld in 2024 sprake is van heel veel hype en heel veel FOMO, zoals bijvoorbeeld in 2021, ja, dan zal Coinbase daar natuurlijk van profiteren. De trading volume zal natuurlijk hartstikke hard omhoog gaan. En de vergoedingen die ze dan ontvangen van de particuliere beleggers, dat stijgt natuurlijk gigantisch. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met 2022, toen Bitcoin op 17.000 dollar stond en niemand had interesse. Zo werkt gewoon de cryptomarkt. Het moment dat we omlaag gaan en dat er heel veel kansen zijn, denken heel veel mensen: ik heb geen interesse, ik wacht tot 12.000 of 10.000. Het moment dat we stijgen, denken mensen van oh, ik heb al 165% rendement links laten liggen. Dan nou, weet je wat, ik stap maar gewoon in. Dus die hype met FOMO, daar kan je niet omheen. En een Coinbase profiteert daar natuurlijk van. Maar ik vind het vooral belangrijk dat Coinbase daar niet afhankelijk van is. Natuurlijk, als we inderdaad kijken naar de bitcoin chart en we kijken naar de laatste vijf jaar, dan kan je er niet omheen dat 2022 natuurlijk voor alle cryptopartijen een heel zwaar jaar was. Het is namelijk ook zo dat er in die fase heel veel partijen zijn omgevallen, zelfs een FC. Die X kwam om te vallen. Dus als je door die fase weet heen te komen, is natuurlijk heel sterk. Natuurlijk, er zijn wat acties ondernomen, er zijn wat mensen ontslagen om de kosten laag te houden. Maar het is inderdaad niet zo dat het één grote puinhoop was en dat je eigenlijk op het randje van de dood stond. Het is natuurlijk gewoon pittig als je kijkt naar de trading volume van Coinbase, dat het gigantisch hard is gezakt. Maar daar hebben ze zich dus wel goed op voorbereid. Maar ze positioneren zich dus nu ook, voor mijn gevoel, perfect voor de mogelijke bullrun. En dan is het voor mij ook dus niet echt een verandering, dat je ziet dat de verschillende partijen Coinbase hebben gekozen om mee samen te werken in zo'n aanvraag bij de SEC voor een Bitcoin spot ETF. Dat zorgt natuurlijk ook voor dat die grote partijen veel vertrouwen hebben in Coinbase als partner. En ik heb dus als investeerder zijnde van, uh, van Coinbase daar ook heel veel vertrouwen in. Dus als ik kijk naar de Bitcoin-markt en daarbij natuurlijk ook de crypto-markt, want ja, Bitcoin is natuurlijk wel uh, op dit moment echt dominant en bepaalt alles. En dat verwacht ik in 2024 ook. Verwacht ik dat 2024 een heel mooi jaar kan worden? Natuurlijk, die aanvraag bij de SEC moet er wel doorheen komen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar het moment dat er doorheen komt en verschillende partijen krijgen goedkeuring. en die werken allemaal samen met Coinbase. vervolgens komt er een Bitcoin halving aan. dan denk ik dat Coinbase, ondanks een fantastisch rendement van 284%. voor mij nog steeds erg aantrekkelijk is. Natuurlijk, dit soort video's zijn nooit financieel advies. Je moet altijd zelf inderdaad je onderzoek doen. Je moet jezelf ook de vraag stellen: van heb ik nu interesse op 140 dollar omdat het zo goed is gegaan? En waarom had ik daar niet interesse toen bijvoorbeeld op 50 dollar stond? Ik zeg maar wat. Altijd belangrijk om die vraag aan jezelf te stellen en die ook te kunnen beantwoorden. En als het antwoord is: van ja, het is heel goed gegaan. Ja, dan moet je het nog maar een keer goed onderzoek doen. Om het inderdaad uit te vogelen waarom je het daadwerkelijk wilt bezitten. En sowieso moet je natuurlijk nooit op social media mensen gaan volgen die toevallig wat kopen. Maar ik heb er dus heel veel vertrouwen in. Ondanks de stijging van 284 Met daarbij natuurlijk nu een gigantische positie van 5700 euro ten opzichte van de andere posities. Zie ik helemaal niet een reden om die positie te verkleinen. Natuurlijk, er komt daardoor wel wat meer risico kijken bij dit portfolio. Want Coinbase wordt daardoor natuurlijk steeds belangrijker. En zo'n type belegger ben ik eigenlijk niet. Ik zal bijvoorbeeld nooit, wat je best wel vaak ziet, dat mensen 60% van de portfolio zit in Tesla, bijvoorbeeld. Ik zal dat persoonlijk niet aankunnen. Ligt misschien ook een beetje aan wat je risicoacceptatie kan zijn en in welke fase zit, begin je net met beleggen, en je kan wat meer risico nemen, dan is dat misschien nog wel een strategie die kan uitpakken, maar als je inderdaad al wat verder onderweg bent, je bent dan tijd aan het investeren je hebt al een leuk vermogen opgebouwd ja, dan wordt het op een gegeven moment dan behoorlijk risico, want de impact daarvan kan gigantisch zijn. Dus dat is natuurlijk ook voor iedereen anders. Maar stel je voor, Coinbase gaat de komende tijd hartstikke hard. Ja, dan moet ik elke keer gewoon weer wat verder onderzoek doen en kijken of ik de positie nog steeds wil behouden. Want op een gegeven moment moet er natuurlijk een keertje sprake zijn dat het misschien overgewaardeerd is, dat Coinbase te hard is gestegen, dat het balans op een gegeven moment helemaal weg is als ik kijk naar het openbare portfolio. Daar hoop ik natuurlijk op, want dat zal inhouden dat Coinbase de komende maanden het fantastisch kan. Doen. Maar dan op een gegeven moment moet ik dan misschien wel actie ondernemen. Maar op dit moment, ondanks dat het nu al dus met afstand de grootste positie is. Heb ik helemaal niet die tentie om iets te doen aan die grote positie, omdat ik zoveel vertrouwen heb in Coinbase. Dus dat is inderdaad nu sinds een tijdje de nieuwe nummer 1. Het zal denk ik ook wel een tijdje de nummer 1 blijven. Of meta-platforms moet het in zich hebben om nog een keer zo'n gigantische run in te zetten. Ik zal het natuurlijk fantastisch vinden, maar ik verwacht eigenlijk in heel 2024 dat Coinbase gewoon de grootste positie zal zijn. Voor nu komen we aan het einde van deze aflevering van Portfolio Show. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet je dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedankt voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later!